In het mijngebouw van Waterschijn waren heel wat mensen uit de politieke, universitaire en de bedrijfswereld samengekomen om de eerste steenlegging van Energyville bij te wonen. Een samenwerkingsverband op het gebied van energie is denk ik vandaag de dag heel erg nodig. We lezen allemaal de kranten. Ik weet nog dat 7 jaar geleden werd het energiebeleid, dat trouwens al jarenlang over schoon, zeker en betaalbaar gaat, werd samengevat met KLM, Kyoto, Lissabon en Moskou. Kyoto staande voor die schone energievoorziening, Lissabon voor een competitief Europa. En Moskou verdwijnt af en toe weer van de radar, maar komt af en toe ook weer helemaal op. Dus het is heel erg hard nodig om op een goedkope manier naar een schone en betrouwbare energievoorziening te gaan. En zover zijn we nu. We gaan het eerste steen leggen, waar vermits ik vernomen heb van de architecten dat er geen enkele steen aan het gebouw zal zijn, moesten we zelf iets uitvinden en hebben we gezorgd voor Lego-blokjes, zodanig dat u ook kon bijdragen aan het leggen van het eerste steen. Samen met het prachtige meegebouw waar we thuis zijn, moet een warm thuis worden voor onderzoekers, voor nieuwe firma's, voor nieuwe producten, om werk te bieden en ideeën te creëren om een volgende generatie zijn brood te laten verdienen met energie zoals de vorige dit ook kunnen doen heeft op dezezelfde plaats. 5 jaar geleden, toen hoopten we dat het zo snel zou gaan. Wel, vandaag zijn we hier en die eerste steen is meer dan een symbolische eerste steen. Want ik heb gezien al de afgelopen weken dat er al heel wat beton gevloeid is hier op het Torpark. En dan hier op de mooie site van Waterschij komt Energyville, heb ik altijd gezegd. Vandaag is het zover, Ronnie. Vandaag zijn we bijna zeker, nee, zijn we 100% zeker, dat Energyville hier zijn thuis zal vinden en dat er een prachtig gebouw zal staan, maar veel meer nog dat er inhoud is en dat ook de samenwerking die dat gebouw uitstraalt, die is eigenlijk ontstaan in Vlaanderen, in België, rond die hernieuwbare energie, die geeft ons een boost als regio om er terug voor te gaan en die derde industriële revolutie, waarin hernieuwbare energie een zeer belangrijk element is, waarin creativiteit, diversiteit en nog andere heel belangrijke elementen zijn, dat die vorm krijgt in Genk, in Limburg en in onze regio. De Katholieke Universiteit Leuven, vanuit Vito, vanuit IMEC, maar ook de partners vanuit de Universiteit Hasselt en de POM en zoveel andere LRM, die hebben meegeholpen om dit tot stand te brengen. Ik denk dat dit nooit geluk was als niet iedereen had gezegd wij doen mee en we rollen dat uit. Samen ook met het hoger onderwijs, de Klim, Pixel en anderen. Ik denk dat dat allemaal belangrijke partners zijn, want dat is de enige weg vooruit. Dat is de enige weg die we kunnen inslagen, namelijk ervoor zorgen dat we deze regio op die manier kunnen optillen. Vandaar een hele dikke dankjewel, een proficiat. En ik hoop dat we hier nog vaak mogen samen zijn in deze zaal, want dit gebouw zal zeker als kloppend hart kunnen fungeren om al die vele activiteiten op te vangen die er in de toekomst nog georganiseerd worden. Na de onvermijdelijke speech bij zo'n gelegenheid werd nog een kort bezoek gebracht aan de werf. Zo worden voor het gebouw de nieuwste technieken gebruikt en zal het gebouw CO2-neutraal zijn. U hebt allemaal uw steentje al het gebouw wordt opgetrokken uit groene beton, gemaakt uit gerecycleerde non-ferrometalen en wordt het uitgegraven zand van de kelder gebruikt als grondstof voor de stabilisé op de werf. Energyville wordt het onderzoekscentrum voor de hernieuwbare energiesector die op termijn 9000 werkplaatsen zou moeten opleveren.